Hallo kijkers en toegekijkt naar deze goed nieuwe video van Minecraft Hardcore Survival. Vorige keer zijn we hier geëindigd. We werden net aangevallen door een skeleton. Die is nu aan het verbranden gelukkig. En vertrouw niet. Oké, ik heb een schild. Oké, gelukkig heb ik het overleefd. Snel regenen. Daar. Oh nee, die zit in het water. Dat is niet mooi. Gelukkig is hij enige in het. Oeh, was wel even spannend. Ik moet even weer inkomen, want het is een week geleden dat ik nog heb opgenomen dit. Oh ja, we waren hier net bezig met mijn huisje. Maar toen gingen we opeens de mijn in, aangezien we geen eieren meer hadden. En vond ik ook leuk, die diamonds. Die gaan nu nog in de kist. Past dit erbij. Ja, ik doe wel dit als vloer. Voor een sproeishout. Zou het misschien ook wel leuk zijn als ik dit een keertje ga livestreamen. Maar dan kan ik ook wel tijdens livestreams doen alles wat ik eigenlijk normaal gezien offscreen zou doen. Ja, ik ga meer slaps nodig hebben. Hier zouden we normaal wel mee toekomen. Hoop ik toch. Heb ik een bijl? Ja, die heb ik. Ik geef wat hout hakken. Die gigantische bomen zijn het meest vervelende. Ik hoop dat ik alles meeneem. Ik kan misschien ook bij zo'n grote boom een boomhut maken. Alleen, ik denk dat junglebomen net iets beter zijn voor een boomhut. Er is dan ook zo'n random eenzame boom. Laat ik die ook maar weghalen. Ik zou toch wel iets van armer willen. Zit met eieren. Oh, hier heb ik veel eieren. Ook kool, ja. Pilaar komt hier zo. Ik heb een idee voor het dak. We hebben nog geen scaffolding, dus we moeten het even zo doen. Dus hier komt er gewoon ook wood. Hier zo de stairs. Ga ik de uitleiding doen. Zo, top. Oeps, dat is verkeerd. Hier komt het dan weer iets hoger. Dan gaan we hier weer rond. Het is eigenlijk gewoon een simpel startershuisje. En in de vorige aflevering had ik ook gevraagd of ik mijn shaders verder zou moeten spelen of zonder. En ik had ook een daardoor had ik ook een poll gezet, maar er waren helemaal geen stemmen bij die poll, dus heb ik maar zelf gekozen. En daar heb ik de keuze gemaakt om dan zonder shaders te spelen. We kunnen wel nog steeds inzoomen door de, hoe heet het? Optifying, zo heet het. Dan daar weer stairs plaatsen. Hier zo moeten we hout zetten. Ik kwam er ook nog vandaag op internet, zat ik een beetje vandaag te YouTuben. En toen kwam ik opeens achter dat ik een paar mensen die ik 6 jaar lang niet gezien heb, dat ze opeens een rapgroep zijn begonnen. Dat is wel grappig om te zien dat mensen een rapgroep zijn begonnen. En dat zijn dan personen die je kende van heel lang geleden, alleen je hebt elkaar al... Ja, toch heel wat jaren niet gezien. Dus dit moet weg. Dan kan ik hier zo bouwen. Laat ik nog maar eens hout hakken. Mijn broer vertrekt morgen op schouwskamp. En laat even jullie weten in de reacties of jullie vroeger in een bepaalde jeugdbeweging zaten. Ik zat ook vroeger in het schouws. Alleen dat was al heel lang geleden. We doen ook elk jaar op kamp. Normaal was het dit jaar ook kadillen, dat is om de 10 jaar.
En dan gaan alle scouts van en gero's van de gemeente Tilpeek samen op kamp. Maar uiteindelijk zitten we daar dan toch nog een beetje in groepjes per schouts of per gero. En elk een eigen locatie. Vraag me af waar we zullen gaan spawnen als we later ook de Nether in gaan. De Nether is toch wel een van de gevaarlijke plekken. Vrij zeker met de nieuwe update. Het liefst spawn ik bij een Nether Fortress. Kijk, daar zie je nog een mooi het huisje. Het is ook nog maar het begin van het huisje. Deze serie is nog best wel goed ontvangen, dus dat vind ik wel tof om te zien. Alle lieve reacties steunen me altijd enorm om weer verder te gaan met volop video's te maken. Heb ik wel wat saplings, de bomen droppen niet zoveel saplings moeten ze wel doen. Het gevaarlijke is, één creeper kan gewoon het einde van een serie betekenen. Dus laat ik even nog gauw gaan slapen in mijn bed, daar zo. Even slaapje slaapje doen. Nu moeten ze normaal verbranden. Hakken met geld. Oh, ik wou nog water. Oh, het is al gedaan. Jullie hebben ook wel input op deze serie. Dus als je iets wilt dat ik wil maken, laat het dan vooral weten in de reacties, zou ik zeggen. Ik ben niet de meest beste bouwer, maar ik doe mijn best. Misschien zou het nog lukken in deze aflevering om het huis af te krijgen. Ik betwijfel het, maar het zou nog best kunnen. Het is eigenlijk een gewone, heel erg grote box. Oh jee, creeper. Oh ja, ik wil ook niet dat die creeper mijn huisje opblaast. In het ergste geval gaan we dood, maar... Oké, lopen. We hebben net gehaald. Eén slag. Tweede slag. Derde slag. En nu normaal is het goed, is de laatste. Oh, hij dropt helemaal geen gunpowder. Ik had graag wat gunpowder gewild. Heb ik even nodig. Oh nee, dit meen je niet. Niet die pillagers. Die moet ik even negeren. Ze richten wel een kruisbogen op mij, dus ik weet niet of ze van mij vandaar mij kunnen raken. Ik ga... Oeh, lava! Kunnen we hier snel die portaal maken? Maar laat ik dat ook even doen. Namelijk een trucje hoe je heel snel in een portaal kan maken. Ik moet die vooral die niet killen met vlag, want dan is er zo'n bad omen en mijn bad omen komt er in een raid. En dat wil je, daar ben ik nog niet klaar voor. Als ik meer iron had, had ik misschien een iron golem gemaakt. Kon die afrekenen met hun. Even mijn bed meenemen, kan ik veilig binnen slapen. Oké, is tijd voor die portaal te maken zeker. Ja, hier komt dus de portaal naar de Nether. Je vraagt je af hoe ga ik dat doen. Heel simpel. Dus hier water. Dan haal ik dit weg. Heb je ook weer obsidian. Obsidian hier, obsidian daar. Hier nog afdekken. Water mag weer meegenomen worden. Meegenomen worden. Toch alles voor het portaal nu. Dit moet even weg. En nu nog een flint en steel. Kijk, ik moet op de ezel zitten. Maar ik heb geen zadel, dus het is nog niet zo van nut nu. Oh ja, eentje moet is wel onvermijdelijker. Geen eieren. Oh ja, wel eieren. Ik had het even niet gezien. Die boom wil ik ook even weghalen. Kan ik makkelijk doen met flint en steel. Eerst nog even hout. De rest doe ik met flint en steel weg.
laten we gewoon de hele boom afbranden. Ja, het is dan ook het einde van de aflevering. Dus hopelijk hebben jullie genoten. Volgende aflevering gaan we er nader in. Dus heb je daar zin in? Laat het dan even weten in de reacties. En dan zie ik weer terug. En dan in de nether misschien. Dus doei doei.